Jack van Bel, Wijnand van Bodegraven, Jan Detering, Katja Jansen, Kees Koning, Hans Luijer en Gerrit Sluik. Het heeft Hare Majesteit behaagd om deze 7 Weespers te eren met een koninklijk lintje. Omdat ze allemaal jarenlang veel werk hebben gedaan voor de Weesper samenleving, werden ze vandaag verrast door de burgemeester. En de een was nog trotser dan de ander. Ja, hoofdzakelijk is het ook wel je trots. Ook naar de mensen, naar de besturen die je dan, de bestuursfunctie die je hebt ingevuld. Een soort waardering van de mensen om je heen. En dat, het lijkt allemaal gewoon normaal dat je het doet. En het is ook normaal dat je het doet, zoveel jaren. En dan je doet het met plezier. En je vindt ook dat het zo hoort. En het is ook heel moeilijk om dat ding over te dragen. Omdat je denkt dat je het zelf altijd wel beter kan. En ja, op die manier is het een stukje erkenning nou. Dat de mensen om je heen kennelijk dat ook dat gevoel hebben. Dat je wel iets getekend hebt voor de Weesper gemeenschap. En dat... Ach, recht. Iedereen heeft recht. Iedereen doet wat. En dat wil niet zeggen dat ik een bepaald recht heb op zoiets. Dat is... Het wordt je gegund, laten we het zo stellen. Ik weet niet of ik daar recht op heb. Er zijn een heleboel mensen die ook een heleboel doen. En die er niet aan te pas komen. Dat is mijn oordeel tenminste. En ik kan me voorstellen dat u enorm trots bent. Uiteraard. Het is een waardering voor een hoop werk wat je gedaan hebt. Ik ben er wel trots op. Maar ik denk altijd, ja, wat heb ik nou voor bijzonders gedaan? Dat is, je doet gewoon wat je denkt dat je moet doen. En dat is... Dus het niet, voor mij is het wat ik doe niet zo heel veel bijzonders. Dus, ja, er kunnen nog wel honderden mensen in Weesp een lintje krijgen, denk ik.